Het is de ambitie om in 2030 een energie-neutrale infrastructuur te hebben. Dit betekent dat er evenveel energie wordt opgewekt als er verbruikt wordt. Zo wordt de impact op het klimaat zo klein mogelijk gehouden. Op dit moment worden er verschillende circulaire producten getest die in de nabije toekomst breed worden ingezet om deze ambitie te behalen. Rijkswaterstaat en Gebroeders van Kessel werken samen aan de innovatiestrook. Met de aanleg van de innovatiestrook hebben wij ruimte om circulaire en duurzame toepassingen te testen voor de grondweg- en waterbouw. Dit is een unieke locatie, uniek in Nederland. We kunnen hier een parallelstrook aanleggen, waardoor we altijd de verzorgingsplaats bereikbaar is. En daarnaast zijn die innovaties niet alleen voor hier, maar doen we dat ook voor het project Innova 58 en voor Rijkswaterstaat Breed. Op de innovatiestrook worden verschillende producten getest. Dat zijn onder andere asfaltmengsels met hoog hergebruik, 80 tot 100% hergebruikswaarde, toegepast met lage temperatuur. Daarnaast worden ook fundaties toegepast die zeer duurzaam zijn, zoals waterdoorlatende fundaties en fundaties opgebouwd uit natuurlijke producten en natuurlijke binders. Ook de markeringen worden voorzien van biologische producten in combinatie met hergebruik. Daarnaast worden biobased wegmeubilair toegepast en biobased lichtmasten, evenals gerecycled plastic RVV-bewording. We beginnen hier met het testen van asfalt. En daar gaan we ook mee door, bijvoorbeeld laagtemperatuur asfalt. Daarnaast gaan we ook openbare verlichting testen, voegovergangen, maar ook circulaire kunstwerken, denk erbij aan een viaduct, een brug. En we gaan het paviljoen van de toekomst bouwen en ook de verzorgingsplaats zal in de toekomst worden aangepast, zodat die aansluit op wat we later willen. De omgeving wordt op de hoogte gehouden met de kenniszuil op de verzorgingsplaats Kloosters. Dit is een informatiebord waarop te zien is welke werkzaamheden er verricht worden, hoe dat zero-emissie plaatsvindt en welke duurzame innovaties getest gaan worden.